weer begonnen. Hoe heeft de groep de degradatie verwerkt? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat er op dit moment niks meer in de groep te merken is. De jongens die natuurlijk vorig seizoen hebben meegemaakt. We hebben het er nog ineens in de kleedkamer over gehad. Dit is gewoon een nieuw seizoen, nieuwe kansen voor iedereen. En iedereen zal zich willen laten zien. Maar goed, daar gaan we voor. En laten we hopen dat we een leuk en een goed seizoen tegemoet gaan. Het is jammer, maar ik denk dat het wel het podium is waar iedereen wil komen. Dus dat is ook wel een motivatie. Maar dit jaar had je best goed om terug te kunnen. Je hebt zelf geproefd aan Eredivisie voetbal. Is het voor jou persoonlijk ook een stimulans dan nu om daar nu naartoe te werken? Het is voor mij wel een doel om in de Eredivisie te komen. Dus ja, dan moet je wel hier goed presteren, anders gaat dat natuurlijk niet lukken. Ja, we hebben een talentvolle groep. Is er een selectie nog niet helemaal compleet, maar dat komt allemaal wel goed. Maar ik heb er vertrouwen in. We zijn allemaal stuk voor stuk talenten en wij kunnen hoge ogen gooien in de competitie. We hebben nu 18 man, dus veel jonge jongens, maar ik denk dat het wel goed is. Ook de training ging goed, het niveau zit goed, maar ik hoor dat er nog wel een paar bij zullen komen. Dus je is de indruk van de nieuwe trainer? Ken je hem al van Feyenoord? Ja, ik ken hem al van Feyenoord. Ik heb hem, toen hij nog assistent was, heb ik een aantal keren mee mogen trainen en toen is hij hem al goed bevallen. Alleen toen was hij wel assistent, dat is natuurlijk wel een andere rol, maar ik heb een aantal gesprekken met hem gehad. Ja, wat ik net zeg, zijn plannen, zijn ontwikkelingsplannen, die staan weer heel goed aan en hij komt heel goed over. En, dat is voor mij ook wel een punt geweest om hier naartoe te komen. Vanochtend hier op het parkeerterrein. Ja, dat zei ik vanmorgen ook tegen de jongens. Gewoon altijd een heel spannend gevoel. Als je aan een nieuwe klus begint, dan heb je er zelf bepaalde beelden bij. Je kent jongens wel, maar ook niet helemaal goed genoeg. Natuurlijk een half jaar ook in het buitenland gezeten. Dus het is altijd een soort spannend gevoel wat je vervleest dat je in de kuip hebt. Qua persoon en ook qua kwaliteit als voetballer. Afloop van de training had ik een heel goed gevoel, omdat er heel goed en hard getraind is. En heel onbevangen ook, met heel veel plezier. En heel veel spelers die enorm bereid zijn om gewoon hard te trainen. Daarin gaan een aantal dingen hartstikke goed, een aantal dingen kan beter wat we vandaag hebben gezien. Maar ik ben heel erg tevreden over de spelers die er nu zijn. En we weten dat er de komende tijd daar nog een aantal spelers worden toegevoegd. Dat is nodig en die ruimte is er ook om dat te doen. Alleen we laten ons niet overhaasten door allerlei spelers die op de markt op ons tafel worden gegooid. Maar we bewaren daarin onze geduld en dat gaat zeker goed komen. En daarnaast kijk ik niet naar de leeftijd. Dus of ze nou jong of oud zijn, dat maakt mij niet zoveel uit. Iemand die jeugdig is, die kan misschien een betere speler zijn dan iemand die ouder is. Dus ik kijk gewoon naar kwaliteit en daar ben ik best tevreden over. Nou, ik denk dat deze club altijd bovenin de eerste divisie moet spelen. En als je degradeert, dan moet je ook altijd de gezonde ambitie hebben om TZT zo snel mogelijk terug te willen. Als je een echt doel wilt stellen waar je moet gaan eindigen, dan is dat nu te vroeg. Omdat je gewoon nog niet een volledige selectie hebt om je daar een echt reëel resultaatdoel neer te zetten. Dus daar wil ik nog even mee wachten. Maar de ambitie die is groot.